Opluchting onder kersentelers. Bestrijdingsmiddelen tegen Suzuki fruitvlieg mogen een jaar langer worden gebruikt. In de kersensector is er met opluchting gereageerd op het besluit van minister Adema om 2 bestrijdingsmiddelen tegen de Suzuki fruitvlieg nog een jaar langer toe te staan. De telers vonden het verbod vreemd, omdat het gebruik in bijvoorbeeld België en Duitsland wel zal mogen. Ondanks het uitstel worden er wel voorwaarden aangesteld. Ook voor het kersbedrijf van de familie Strik Bassen was het een spannende week. Inderdaad, wel gedeeltelijk opgelucht. Niet helemaal natuurlijk. De minister heeft nu gezegd, dit is een eenmalig. Wat er daarna, dat is nog afwachten. De Suzuki fruitvlieg is een plaag voor de kersentelers. Het beestje legt eieren. Zo gauw de kers een kleuromslag krijgt, boort hij in de huid van de kers, legt daar eitjes in. De kers krijgt een larve erin en die gaat verder rotten. Dus voor ons is dat en voor de consument niet acceptabel om voor de verse consumptie. De firma heeft al jaren geïnvesteerd in maatregelen om zo effectief mogelijk het bestrijdingsmiddel toe te passen en te zorgen dat er geen Suzuki-vlieg bij de kersen kan komen. Ja, we hebben enorm geïnvesteerd. We gaan alle boomgaarders met speciale netten innetten. En een speciale spuitmachine die voor de driftreductie volgens de wetgeving helemaal voldoet. Bijzonder is dat de bestrijdingsmiddelen in andere landen wel zijn toegestaan. Ja, Europese, alle omringende landen naast ons, die mogen het allemaal gebruiken. Het is gewoon regulier toegelaten zelfs. We hebben geen vrijstellingen nodig. En zelfs het buitenland die zit nog niet met de spuitreductie zoals wij uiteindelijk. Dat gaat gebeuren ondanks onze investeringen en dadelijk zometeen wel de buitenlandse kersen hier in het schap gaan liggen. Ja. Die wel gespoten zijn? Ja, die inderdaad gespoten zijn. Ja. Al jaren wordt gezocht naar een natuurlijke vijand om de Suzuki-vlieg te bestrijden. Onderzoek heeft aangetoond de laatste jaren dat er nog geen... Er wordt wel van alles geprobeerd, ook met voor steriele mannetjes te krijgen, sluipwespen en dergelijke. Maar het heeft nog niet afdoende werking. Binnen de zacht fruitsector heeft vooral de kersensector er het meeste last van. Maar de kers is speciaal, omdat die van kleuromslag naar rijping duurt het gewoon 3 weken voordat de kers geplukt kan worden. Een aardbei of een framboos pluk je na 2-3 dagen al. En daarom heeft een kers daar zoveel last van. Voor dit jaar is er dus nog vrijstelling om te spuiten met betreffende middelen. De toekomst is voor de kersensector onzeker. We hopen op een reguliere toelating, net zoals in het buitenland. Dat we daar onszelf met de fabrikant sterk voor kunnen maken. Anders is de kersenteelt hier in Nederland afgelopen. Tijdens de oorlog hebben veel soldaten ingekwartierd gezeten bij mensen thuis. Zo ook hier in Nijmegen, bij de moeder van Mark Vaassen. Tijdens de oorlog woont zij met haar ouders en de rest van het gezin op de bovenverdieping. Op de begane grond verbleven de soldaten. De soldaten verbleven meestal een aantal maanden in het huis van de familie. Ze schreven in het poesiealbum van Riet Vaassen, de moeder van Mark. Riet praat zelden over de oorlog en de periode dat de soldaten bij haar thuis ingekwartierd zaten. Het was vooral een moeilijke tijd, weet Mark. En een van haar broers is ook... Van de Duitsers te werk gesteld 3 jaar lang in Nuremberg, in een wapenfabriek. En andere kinderen, ja, er waren maar 6 kinderen thuis. Dus dat is ook natuurlijk een onrustige tijd geweest. En onzeker van, ja, komt hij wel terug en wat brengt de oorlog? Mark weet niet veel over de tijd dat de soldaten ingekwartierd zaten. Hij heeft alleen het poesiealbum van zijn moeder met een paar korte teksten. Er is heel weinig nog van bekend. Alleen dat ze natuurlijk als bedankjes wel in het poesiealbum dingen hebben geschreven. Van bedankt voor het verblijf en fijne tijd hebben gehad. Voornamelijk kleine gedichtjes en adres, thuisadres en gewoon eigenlijk bedankjes. Eigenlijk hele korte stukjes eigenlijk. Om meer te weten te komen over de soldaten is Mark op onderzoek uitgegaan. Van de meeste is helaas niet veel bekend. Over 1 soldaat, genaamd Benon, heeft Mark meer informatie gevonden. Van 1 soldaat heb ik dan onderzoek gedaan. Die is dan tot februari... ingekwartierd geweest en daarna ingestart voor operatie Veritable. En die is toen op 1 maart al gesneuveld in bij Goch, in het Hoogwald. En daar heb ik onderzoek naar gedaan. Die is daar later begraven op Kandinskerkhof in Groesbeek.
Dat is het enige waar ik eigenlijk de meeste informatie van heb kunnen vinden. Samen met Stichting Faces to Graves heeft Mark een levensverhaal weten te schrijven over deze soldaat. Dankzij hun die hebben onderzoek gedaan en ook een biografie geschreven. En er is ook één klein fotootje bekend van hem. Ik hoop eigenlijk meer foto's van hem te krijgen, een duidelijke foto. Of van de gezinssituatie, of ja, gewoon van meer eigenlijk. Dus misschien via dit of via hun, dat uiteindelijk misschien meer informatie terecht komt. Het zou mooi zijn. Morgen is het dus 4 mei en dan staan we weer even stil bij alle slachtoffers. Toch is het nog steeds niet voor iedereen duidelijk voor wie de nationale herdenkingen nu eigenlijk zijn bedoeld. Op 4 mei zijn we om 8 uur 's avonds 2 minuten stil. Hierbij herdenken we niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook de slachtoffers van oorlogssituaties en vredeoperaties daarna. Maar zijn we hiervan eigenlijk wel op de hoogte? Is het niet van de Tweede Wereldoorlog? Heb ik het correct? Voor de Tweede Wereldoorlog, toch? Maar ik weet niet precies wat. Voor de overleden mensen. Ja, overleden mensen van de Tweede Wereldoorlog, volgens mij, ja. Misschien ook van de Eerste Wereldoorlog, ik weet het niet zeker. Ik heb geen idee van dit. Sorry. Om alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Ja, nog niet bij iedereen is het helemaal helder dus. Toch zijn sommigen er wel van op de hoogte. Om de doden te herdenken van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen. Alle mensen die we zijn verloren eigenlijk. Jazeker. De herdenking van de doden in de Tweede Wereldoorlog en meerdere doden in de voorbije jaren. Ja, om de mensen te gedenken in alle oorlogen die zijn gestorven. Ja. Ja, natuurlijk om de doden uit de Tweede Wereldoorlog onder andere te herdenken, maar eigenlijk alle doden van alle oorlogen. Uiteindelijk vindt iedereen het gewoon belangrijk om bij de dodenherdenking stil te staan. Dat we er steeds weer opnieuw van bewust worden en zijn van dat vrijheid niet zomaar vanzelfsprekend is. Nee, is goed hoor. Dat is toch de bedoeling dat we daar inderdaad over nadenken en dat we er ook even over bespreken en dat mensen er ook zeg maar, mee bezighouden dat het ook echt gaande is. Dus niet iedereen doet dat. Dus. Tot de dag van vandaag moest je blijven herdenken. Elke oorlog is waanzinnig. Elke oorlog is nooit goed. Onschuldige mensen zijn de dupe van een paar dictators. Die alleen maar alles willen beheersen. Ja, daar word ik een beetje boos over. Ik vind het goed dat ze het doen, zodat we eraan kunnen denken en zo. En ze kunnen eren of zo. Dus ze hebben gestreden voor ons land, denk ik. Ja. Dat is echt belangrijk volgens mij. Want ja, na de Tweede Oorlog. De Tweede Oorlog was heel erg. Daarom, ja, wij moeten herdenken over de mensen. Welke mensen hebben we gekwijt? In Nijmegen is de politie op zoek naar 2 mannen op een gestolen scooter die op 1 en 2 februari op rooftocht waren in de stad. De 2 voortvluchtige verdachten pleegden een overval op een hotel aan de Neerbosseweg en braken in bij een winkel in de stad aan de Stikkenhezelstraat. Een overval op een vestiging van de McDonald's mislukte, omdat een alerte medewerker het raampje in de McDrive niet wilde opendoen. Toen er ook nog iemand tevoorschijn kwam en dicht bij de overvallers ging staan, gingen de 2 er vandoor. De politie vermoedt dat beide daders uit Nijmegen of omgeving komen. Ze reden op een scooter die afgelopen december is gestolen. Mocht je iemand herkennen, neem dan contact op met de politie. Het vrachtschip dat woensdag doormidden brak op de Waal tussen Deest en Winsen is inmiddels smeerolie gaan lekken in het water. De 2 uiteinden van het schip staken in eerste instantie nog boven het water uit, maar de kant van de stuurhut is inmiddels kopje onder gegaan. Hierdoor is er olie gaan lekken. Er waren woensdag al preventief kussens rond het schip gelegd die eventuele olie konden opvangen. De situatie is daarom nog steeds onder controle. Na verwachting zullen de bergingswerkzaamheden volgend weekend starten. En een leuk nieuwtje voor de liefhebbers. Wolfgang van Helen komt met zijn band Mammoet WVH naar Nijmegen. De stad waar zijn beroemde vader Eddie van Helen is opgegroeid. Hij speelt op 30 juni in poppodium Doornroosje. De kaartjes zijn vanochtend in de verkoop gegaan en ze kosten €26. Dit jaar bestaat de Nijmeegse homo-jongerenorganisatie DITO 40 jaar. Het is de oudste regenboog-jongerenorganisatie die nog actief is. En deze mijlpaal wordt gevierd met een expositie in Bibliotheek de Maaienburg. DITO, voorheen Pinkeltje, bestaat dit jaar 40 jaar.
De expositie in de bibliotheek biedt een inkijkje in de geschiedenis van de organisatie. In samenwerking met het Lesbisch Archief Nijmegen hebben wij een expositie samengesteld. Ze hebben verschillende interviews met oud-leden, waaronder de oprichter en een paar oud-voorzitters gedaan. En daarvan staan samenvattingen en teksten ook in de expositie met wat oude foto's uit hun eigen bestuurs- of ledentijd. Er wordt een beetje toegelicht wat er veranderd is door de jaren heen, maar wat ook hetzelfde is gebleven. Want veel kernwaarden van Dito die zijn hetzelfde gebleven. Net als vroeger biedt Dito een veilige plek voor jongeren waar ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. In de jaren zeg maar, is Dito en voorheen Pinkeltje echt enorm gegroeid in een organisatie zeg maar, echt voor iedereen. In het begin zeg maar, zagen we heel erg veel terug dat het echt voor de homomannen was vroeger. En naarmate zijn er echt steeds meer soorten mensen bijgekomen, van vrouwen tot transgenders. En het is nu doorgegroeid, non-binaire personen, zeg maar, dat die voelen bij ons ook zich steeds meer welkom. En dat zien we enorm terug zeg maar, in de diversiteit aan mensen die hier bij Dito zich aansluiten. Nijmegen komt nu als eerste met regenboogroutes. Dit zijn routes waar de lokale geschiedenis wordt verteld aan de hand van stadswandelingen. Dat zijn een aantal routes door het stadscentrum van Nijmegen, langs plekken die belangrijk zijn voor de queer geschiedenis van Nijmegen. Na 40 jaar hoopt Dito nog lang een rol te spelen binnen de samenleving. Ik denk dat het heel erg belangrijk voor ons is zeg maar, om nog meer diversiteit zeg maar, aan te trekken tot Dito. En dat zeg maar, mensen zich nog altijd zeg maar, veilig kunnen voelen in een safe space hebben zeg maar, waar ze zichzelf kunnen zijn. Maar ik denk dat we dat nog verder mogen gaan uitdragen dan dat het nu al is. En ik denk dat dat enorm belangrijk is voor Dito. Bij de Jumbo in Beuningen kunnen vanaf woensdag voetbalplaatjes van de Beuningse Boys gespaard worden. En dit is geen kleine actie. Maar liefst 1100 leden zijn op de foto gegaan en zijn dus te bemachtigen bij de plaatselijke supermarkt. Charlotte McLean nam vorig jaar samen met haar man de Jumbo in Beuningen over. Het stel is ook de eigenaar van de Jumbo winkels in Elst. Om een beetje te integreren in Beuningen kwamen ze met dit initiatief. Wij zijn hier 20 november in Beuningen, hebben we deze winkel overgenomen. En wij zijn heel snel in contact gekomen met heel veel mensen hier uit Beuningen. En we dachten echt van hoe kunnen we nou op een leuke manier nog beter een beetje integreren. En de Beuningse Boys is een enorme grote voetbalclub hier. Dus wij hebben dus eigenlijk die actie opgezet om plaatjes te gaan sparen samen met de Beuningse Boys. Ondanks het regenachtige weer staan er kinderen buiten te wachten. Zij willen maar al te graag de plaatjes van anderen overnemen. Om te sparen en het komt en omdat ik er zelf ook in sta. En heb je jezelf al gekregen? Nee, nog niet. Maar ik ga wel versparen. Voor de voetbalplaatjes. Voor de voetbalplaatjes. Van Beuningse Boys. Van Beuningse Boys. En waarom vinden jullie dat zo leuk? Omdat we er zelf ook in staan. Ja, we staan er ook zelf in en voor in ons boek. En we voetballen zelf ook. Dus ja heel en leuk. Hebben jullie jezelf al weten te bemachtigen? Nee, nog niet. Ik heb wel mijn vriendin. Het lijkt erop dat niemand mij nog heeft. Ja. Ja, en van de voetbalplaatjes gaan we door met het weer. Als daar een kwartartspel van zou komen, dan hadden we alle plaatjes nu wel bij elkaar verzameld. Was het gisteren nog zomers warm en flink benauwd. Vandaag kwam het kwik niet boven de 12 graden uit en regende het vrijwel de hele dag. Morgen belooft het een iets betere dag te worden. De dag zelf begint met wat zonneschijn. In de middag zullen er enkele buien noordwaarts over de regio trekken. Maar in de avond blijft het wel weer vaker droog. En het wordt morgen iets aangenamer met 18 graden. Zondag op Bevrijdingsdag mogen we in onze handen wrijven. In de ochtend kan er nog een enkele bui vallen, maar de kans is groot dat onze regio de rest van de dag droog blijft. Bij 16 graden is de temperatuur ook vrij normaal voor de tijd van het jaar. In de nieuwe week houden we alleen maandag en dinsdag nog last van enkele buien. Vanaf woensdag breekt er eindelijk een droge periode aan. Tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 3 mei. Kijk voor al ons nieuws op rn7.nl. Daar is ook deze uitzending nog eens terug te kijken. Net als de website is ook onze app vernieuwd. Heb je de app al? Zorg dan even dat je hem update. Over de update gesproken, nu weer een nieuwe NIC-update. En wij zijn dan maandag natuurlijk weer bij je terug. Heel fijn weekend en tot dan.